jij maar eens mee met Joopie. Hey, nou hè, wat vind je ervan? Is dat driemaal eerste klas of niet? Och. Ja, wat nou och? Jij wou toch reclame maken? Jij wou een blik van haar hebben? Jawel. Nou, zij vangt echt wel een paar blikken. Neem dat maar van mij dan. Nou, het is wel een lekkere meid, dat wel natuurlijk. Niet dan? Joh, je krijgt er een klandizie van, dus niet te filmen. Geloof mij nog maar, de 7 magere jaren zijn voorbij. Zo, tering hij sinds wanneer ben jij zo bijbelvast? Heb je ze wel gelezen in de lik? Nou, even serieus. Maar wat heeft zo'n meid nou met een zakje patat te maken? Niks natuurlijk, maar je gaat er wel trek van. Ja, trek wel, maar niet in patat. Ja, maar haar krijg je toch niet, dus dan neem je het zakje patat. Dat is nou reclame. Nou, ik weet het nog zo net niet. En trouwens, Nicole, die vindt dat niks. Als die in de kar staat, dan moet die meid weg, zeker weten. Als Nicole in de kar staat, dan regel ik een chippendeeltje. Jezus, maar wat doe je nou? Jongen, let nou eens op de weg. Let een beetje op. Je zit naar die meid te kijken. Je zit helemaal aan de verkeerde kant van de weg. Tering, hé! Hey. Het werkt! Hé! Hey. Zo, meid. Gaaf melodietje, hoe heet dat? Ik zet een nieuwe snaar op mijn gitaar. Leuke titel. Roda JC, het is toch niet te geloven, hè? Wie is Roda JC? Een voetbalclub. Oh, ik dacht even dat het een fractielid van de PvdA was. 5 keer gescoord. Oh nee, dat kan nooit iemand van de PvdA geweest zijn. Nou, gewoon laten kletsen, hoor. Ja. Ook maar niet op ingaan. Hier, Roda JC Feyenoord 5-3, wat ja. Had jij gezegd? Gelijkspel. Sorry, opa, maar Roda staat bovenaan. Ja, dat weet ik wel, Rick, dat weet ik. Je wint hem nooit, de voetbalpoel. Oh nee, waarom niet? Ja, omdat je het niet over je hart kan verkrijgen om Feyenoord op verlies te zetten. Nee. Daarom missen wij iedere week al die miljoenen. Ja, jij zeker, ja. Ja. Ik begrijp werkelijk niet hoe je het zo blijft volhouden, Wim. Week in, week uit. Wat is dat nou toch voor bizar plezier om je geld iedere week in die bodemloze put te starten? Ja, eigenlijk zou je het geld aan mij moeten geven. Dan maak je tenminste één van ons drietjes iedere week gelukkig. Zie ik ze blij. Nou, ik zal je één ding zeggen. Als ik de jackpot win, dan krijgen jullie geen cent, maar dan ook helemaal... Sorry. 6 uur, het nieuws. Oh ja, ja, ja. Ik ga met je mee, ja. Zeg, Rick, wil jij de rest van de rommel even opruimen? Ja, dat doe je ook eens wat. Dus doe je ook eens wat? Ik ben de hele tijd met mijn gitaar bezig. Heb je dat niet gezien? Ja, juist daarom. Dit je optie, vooruit. Hier is Erwin Krol met de weersverwachting. En dat wordt een beetje regenachtig de komende... Is toch niet te geloven? Gezeur in die Tweede Kamer, daar word ik nou echt beroerd van, weet je dat? Ja, wat is dat nou? Waarom? Dat gaat ons toch allemaal aan? Ja, desinteresse had ik van jou niet verwacht. Nee, dat bedoel ik ook helemaal niet zo. Maar ik kan het gewoon niet hebben dat er nooit eens iets van het Europees parlement op die buis verschijnt. Oh, je hebt er de pest in dat jij nooit op tv komt. Zwak hoor, pa. Jaloers. Helemaal niet. Ik bedoel dat gewoon in het algemeen. Ja, lul er maar weer een mooie punt aan. Goed, oké, toegegeven. Ik zou ook graag eens op de tv een paar zaken willen toelichten. Ik ben toch ook niet een van de domste? Ja. Jongens, geen grap alsjeblieft. Ik meen dat uit de grond van mijn hart. Neem nou zo'n vrouw als Mai Wegge. Die was er wat elke dag op tv met een of ander stom plannetje. Toen ze nog in de binnenlandse politiek zat. En nu zit ze weer in het Europees parlement en je ziet of hoort nooit meer iets van haar. Dat is toch een teken aan de wand? Nou, misschien zijn er stomme plannetjes op. Nou, dat zou best eens mogelijk wezen. Ze is er kwistig genoeg mee omgesprongen. Nee, jongens, luister nou. De Europese Unie is buitengewoon belangrijk. Ja. Maar het lijkt wel of wij daar in Brussel doodgezwegen worden. Nou, misschien is er niets vermeldenswaardigs. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, een goede PR, daar gaat het allemaal om. Oh, dat is absoluut waar wat je daar zegt. Ja, ja, ja. Modern politicus kan niet zonder goede PR zijn. In Veren, daar hadden we een bijzonder goede PR-afdeling. Hoor. Ik zal eens kijken of ik daar de rest van die vent kan vinden. Nou, dat is een goed idee. Ik kan altijd eens een keer met hem praten. Ja. Ja, ik wil het ook wel voor je doen, hoor, pa. Waarom? Ik kan zelf best met die man praten. Nee, jouw PR bedoel ik. Public relations is een vak. Een heel moeilijk vak. Ja. Nou, kom op, opa. Je hoeft alleen maar gebakken lucht te verkopen. Zo moeilijk kan het niet zijn. Ja, ja. Dat is het toch heerlijk om jong te zijn, hè? En niet gehinderd door enige kennis van zaken. Opa, Harry is er. Oh, ik kom eraan. Ja. Zeg, zullen wij gelijk het adres van die kerel eens gaan opzoeken? Ah, goed idee, pa. Hé, hey, pa. Je moet gewoon een carpoolstrook laten aanleggen van Rotterdam naar Brussel. En dat werkt dan ook voor geen meter. En dan praten ze iedere dag over je op televisie. Jarenlang!
Hallo, met Buis. Harry Buis. Buis van Veren, ja. Inderdaad, heel goed, ja. Ja. Boeken? Hoe heb je die nooit teruggegeven? Nou, dat is, ik zal even in mijn boekenkast kijken. Ja, ja. Ja, ja, met mij gaat het goed, ja. Ja. Met jou? Zeg, Wim, de reden waarom ik eigenlijk bel is de volgende. Weet jij nog hoe die kerel heette die voor ons de public relation deed? Ja? Buitenswaard, natuurlijk, ja. Ja, Chris Buitenswaard. Heb jij zijn telefoonnummer? Ja, ja, mooi, ja, ja. Ja, wat? 051-27805. Goed zeg, hartelijk dank, ja. Ja, ja, nee, nee, met die boeken komt in orde, hoor. Ja, maak je niet ongerust. Ja, dat moeten we doen. Ik bel. Ah. Chris Buitenswaard. Ja, ja, maar alleen maar even met hem praten. Ik wil wel eerst weten wat zo'n man kost. Ja, nee, zeg, geld speelt toch geen rol, zeg. Nou, bij ons in Brussel wel, ben ik bang. Ja. Buitenswaard? Ja? Je spreekt met Henri Buis, de oud-burgemeester van het wonderschone stadje Veren. Ja. Ja, dat je dat nog herinnert, wat leuk zeg. Boeken? Oh, dat is heel goed mogelijk zeg. Ik zal meteen even in de boekenkast kijken. Zeg, pa, staan er eigenlijk wel boeken van jezelf in? Zeg, Chris, moet je eens luisteren. Het gaat om het volgende. Zo'n wijf en met zulke tieten. Ja, eerlijk. Hallo, Bob. Ja. Het is eigenlijk een minderwaardigheidscomplex. Nou ja, ik heb hem meteen weer weggehaald, hoor. Want er stond nog geen 5 minuten voor de kar. Of er knalden al, hup, 2 auto's tegen elkaar. Nee. En dat wil ik echt niet om mijn geweten hebben. Hé, maar Harry, gaat het dan zo slecht met Harry's hap? Nou ja, slecht. Nou ja, eigenlijk eerlijk gezegd, het gaat heel slecht, ja. Hoi hoor, wat gaat slecht? Nou. Harry's hap. Ja, dat heb ik je toch voorspeld. Oh ja, Rick, je bent een genie. Hey, wil je ook koffie? Ja, lekker ja. Hey, Harry, dat werkt niet, patatjes gezond. Je moet gewoon ballen gehakt, bazooka of patatjes oorlog geven en alles lekker laten zwemmen in het vet, dan is iedereen gelukkig. Ja, hij zou best wel eens gelijk kunnen hebben. Nou, ik weet het wel zeker, maar breng dat meneer Harry maar eens aan zijn verstand. Ik zou wel eens met hem gaan praten. Nou, heel graag, want de concurrentie is moordend. Meneer Stevens, wie wordt er vermoord? Nou, ik bijna. Ja? Maar ik kom even uw aandeel in de winst brengen. Ah, ja. De hapkar begint zijn vruchten af te werpen. Zie je, dat is een meer solide investering dan het gegok van jou in die voetbaltoto. Kom op! Alsjeblieft. Wat is dat? De winst van dit kwartaal. Nou, u hebt 51%. Dat is dus 2,55 gulden. Als ik goed heb uitgerekend. Leuk, dus rap. Nee, om de dode dood niet was dat maar waar. Nou, dan loop je lekker op binnen, opa. Reclame zou moeten maken. Ja, hoe bedoel je dat nou? Jij vindt dat ik toch die blote meid voor de kar moet zetten? Nee, natuurlijk niet. Je moet iets origineels bedenken natuurlijk. Hey, misschien kunnen we dat eens aan de heer Kleebach vragen. Ja. Wie is de heer Kleebach? Hè? Dat is de nieuwe PR-man die Henri van me opgeduikeld heeft. Oh. Ja. Ja, die vent uit Veren die kon niet. Er is een conflict of interest. Oh. Ja, belangenverstrengeling. Ja, nee, maar dat vind ik nou een veel moeilijker woord dan conflict of interest. Oh. Ja, ik heb in de Rotterdamse haven gewerkt. En dan spreek je een aardig woordje steenkolen-Engels, hoor, meneer Buis. Neem me vooral niet kwalijk, zeg. Nee, maar die Kleebach schijnt ook heel goed te zijn. Nee, niks Kleebach. Harry's PR doe ik. Harry, ik heb je er net toch duidelijk uitgelegd dat publiek... Nee, opa. Voor die oude lullen in de politiek is die Kleebach misschien het einde. Maar Harry moet het hebben van de jonge mensen. Die kopen patat. Ja, ook nog niet. Nee, daar gaan we wat aan doen. Ja. Zo. Bob Buis met Buis. Ach, meneer Kleebach. Wat aardig dat u even terugbelt. Voor mij? Nee, is Kleebach. Of Victor Gerrismaat? Nou, misschien. Als hij een paar borreltjes te veel opgedronken heeft, dat zou ik niet weten. Hè? Goed, 8 uur. Ja. Goed zo. Tot dan. Dag, meneer Kleber. Is dat die PR-adviseur van papa? Ja, die probeert het imago van je vader een beetje op te vijzelen. Oh, ik wist niet eens dat hij een imago had. Nee, dat weet niemand! En daar gaan we dus wat aan doen, hè? Ja. Harry, kom eens kijken. Wat kom is er? Het is er aan de hand. Hé, moet je eens kijken. Huh? Fijn. Moet je kijken. Stuiver? Oh, gefeliciteerd, opa. Zal ik het journaal even bellen? Ja, maar nee, jongen, het is geen stuiver. Dat is een heel oud muntje.
Geef mij die schoolbus, want misschien is het een heel nest. Geen hebberige graaf in mijn tuin. Hé, hey, zeg, het wapen van Zeeland staat onrijkwaardig. Hoe komt dat hier in de tuin verzeild? Ja, weet ik veel. Misschien zat het in een van die zakken met tuinaarden die ik heb uitgestort. Waar ga je met mijn muntje naartoe? Geef mij nou die schoppers, want misschien zit er wel een schat begraven. Ach, wel nee, Rick. Elke winter spit ik hier 2 steken diep. Ik heb nog nooit een pot met gouden munten gevonden. En alsjeblieft, hou je mond hierover dicht, hè. Anders heb ik binnen de kortste keren mijn tuin vol met schatgravers. Ja, dat is het. Wat? Ik heb het gevonden. Opa! Wat? Jij hebt het gevonden? Ik heb het gevonden! Hé! Hey! Rick! Ik had gelijk, hoor. Ja, Luctor et Emergo. Wat zeg je, opa? Ja. Ik worstel en kom boven. Het wapen van Zeeland. Kijk eens wat we gevonden hebben, Willem. We? Ja, oh ja, het wapen van de Oost-Indische Compagnie staat erop. Hè. Ja, kijk eens even. 1748. Ja, dit is een duit. Oh, dat zijn de dingen die jij altijd in het zakje doet. Ja. Waarom? Nee, voor Harry's hap. Nee, dat doen we niet, Rick. Ik bedoel, je mag hem best hebben. Maar niet om te verkwanselen voor patatfriet en voor kroketten. Nee, niet voor patat. Hey. Voor de PR van Harry's hap. Dit wordt het begin van een gigantisch hapkar-imperium. Nee. Hoogmoedswaanzin. Kijk, en dan snijdt deze lijn die hoek precies door het midden. Hè? Begrijp je? Nee, en ik wil het niet begrijpen ook. Kom, ga even dansen. Ik kan helemaal niet dansen. Nou, dan wordt tijd dat je het leert slopen, Piccolo. Maar waarom? Ja, omdat we zaterdag toch gaan stappen. Hé, hey, kom op, man. Gooi even alles los. Hup, dansen. Oké. Okay. Ja, zie je wel. Je kan het best. Hebben we een feestje? Ben ik niet uitgenodigd? Oh, gaaf, Rob. Je danst zo soepel als een eikenhouten deur. Lachen, joh, Rick Bol. Vind je het gek dat je nooit wordt uitgenodigd op een feestje? Oh nee, maar hij heeft wel gelijk. Deze deur begint al behoorlijk te kraken. Moet je kijken. Een muntje van de VOC uit 1748. Hé, hey, dat is een mooi graaf exemplaar. Jullie zeker zo 25 gulden waard. Hoe weet jij dat nou weer? Ja, mijn opa die spaarde postzegels en munten. Ik heb er wel eens een paar van hem gekregen die dubbel had en zo. Oh, te gek. Dat komt waanzinnig goed uit. Oh ja, het is niet echt heel bijzonders hoor wat ik heb. Nee, maar alles is te gebruiken. Mag ik ze een paar dagen van je lenen? Je mag ze hebben. Tenminste, als ik ze nog kan vinden. Maar onmiddellijk gaan zoeken. Hey, Rick, wat krijgen we nou weer? Ben je nou ineens munten aan het verzamelen? Nee, ik heb een gigantisch plan uitgedacht voor de PR van Harry's hap. In 1 woord, briljant. Buh, vind je het hier ineens ook niet zo stinken? Jawel, maar dat geeft niet. Genieën mogen best een beetje stinken. Absoluut. Luctor et Emergo. Ik worstel en kom boven. Jacob Klebach is de naam. Buis. Ja. Alsjeblieft. Mijn kaartje. Oh, hartelijk dank. Mag ik u verzoeken? De heer Klebach. Ah, de keuken als centrum van de huiselijke activiteiten. Ja. Heel goed, heel goed. Ja. En dat is mijn schoonzoon Victor, Europarlementariër. Het slachtoffer, laat maar zeggen. Hoe maakt hij het? Uitstekend, dank u. Alsjeblieft. Mijn kaartje. Ah, dank u wel. Ja. Dit is mijn vader, Willem Bol. Hallo. Aangenaam. Mijn kaartje. Oh, en ja. Anna, mijn dochter. Hallo. Hallo. Mijn kaartje. Je weet maar nooit, hè? Oh. Dit is Rick, mijn zoon. Oh. Mijn kaartje. Ja, te gek. Bedankt. En dan hebben we alleen nog Does. Ja. Mijn kaartje. Hier. Gaat u zitten. Ja, zo. Koffie? Graag. Zwart. Ja. Ja. En mevrouw Bol is er niet? Nee. Gescheiden, weggelopen, overleden? Zij werkt. Ja, mijn vrouw is actrice. Simone Buijs heeft opname. Ah, Simone Buijs, de actrice. Ja, u kent haar. Nee. Maar daar is wel iets leuks mee te doen. Dat is mij bekend, ja. Ik bedoel, een actrice en een politicus, daar moet iets mee te doen zijn. Ik zal eens wat raakvlakjes uitwerken. Jullie zijn gelukkig getrouwd? Ja, nou, het ja. Oh, sorry hoor. Nog ergens een maîtresse vanmorgen misschien? Sorry. Ik ben bang dat ik op dat punt nogal saai over zou komen. Ja. Jammer, jammer. Buitenechtelijke relaties doen het altijd erg goed in de media, hè? Ja, ja, dat is absoluut waar. Ja, ja, Italië, Frankrijk is bijna een must om een maîtresse te hebben voor een politicus. Oh, ja. Nou, ik zal eens kijken of ik daar wat aan kan doen, hè. Ja. Zeg, ook geen vriend? Ja, vele. Dat bedoel ik niet. Wat bedoelt u dan? Ja. Oh, ik ga wel.
Kom, kom. We zijn toch moderne mensen? Jazeker, jazeker. Maar ik ben bang dat ik u ook op dat punt teleur moet stellen. Ja. Nou ja, we verzinnen wel iets, hoor. Rick, kom eens. Ik hoop wel dat u iets goeds verzint. Nou, maakt u zich geen zorgen. Kijk, tegen de tijd dat ik met u klaar ben, weet heel Europa wie Vincent Bol is. Victor Bol. Victor, ja, zoals u wilt. Ja. Blijft mij allemaal hetzelfde. Een rare gast die PR, man, zeg. Ja, als je het mij vraagt, heeft u zelf een goede PR nodig. Ja, als die papa's PR gaat doen, zakt hij meteen IDS. IDS? Wat is dat? In de stront. Ja. Nou, ik heb aangeboden om zelf papa's PR te doen, maar dat voorstel werd weggelachen. Nou, ik zal zijn poepie laten ruiken. Kijk, 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 hier. Een gouden tintje van koning Willem III. Maar die moet ik wel terug hebben, hoor. Ja, tuurlijk. Nou, kom op, zullen we meteen gaan? Hey, ik ga niet mee, hoor. Ja, joh, waarom nou niet? Doe dan niet zo flauw, joh. Nee, joh, ik moet vanavond nog studeren. Met al die bijlessen van jou komt er geen zak meer terecht van mijn eigen werk. Hoor hem. Zeg, mag ik Vincent zeggen? Victor. Ja, Victor, zoals je wilt. Nou, zoals ik dus al zei, hè, de presentatie, daar draait alles om. Je kunt nog zo'n knappe bol zijn. Ja, als er geen mens is die naar je luistert, dan heb je daar geen bal aan. Wij gaan. Met naartoe. De PR van Harry's hap verzorgen. Zeg, de PR verzorgen, wie doet dat? Ik. Wij zijn collega's. Collega's, jeugd erover moeten. Succes! Ja. Jullie ook. Zo, kijk eens. Een hele zak met oude munten. Ja, het lijkt heel wat hoor, maar het is geen stuiver waard. Dan heb ik allemaal van die zolderopruimingen. Maar deze niet. Dit is een hele goeie. Oh, dan geef die maar aan mij. Die heb ik al gevonden dan. Ja, nee, wacht even. Dat is een zilveren rij, hè. Die is heel wat waard. Die krijg ik stand de P van je terug. Ja, tuurlijk. Nou, en de rest gooien we zo ver mogelijk weg. Kom op. Hou, hou. Niet te ver van de kar. Denk om de klandizie. Ja, oké. Gooien we ze hier weg. Ja. Zo. Zo, hé. Dat gaat echt te ver. Ja, goed verspreiden. Tering, hé. Nou, dat is de eerste keer dat ik met de poen loop te smijten. Nou, hoe voelt het? Nou, het doet best een beetje pijn hoor, dat mag je gerust weten. Oefenen, Harry, goed oefenen. Ja, zo veel beter. Afgesproken, ik steek hier en daar mijn voelhorns eens uit. Zeg, wacht eens. Idee? Jij bent toch lid van die commissie jeugd, cultuur... Onderwijs en de media, ja. Ja, nou, dan heb ik een prachtig binnenkomertje voor je. Ze spelen namelijk in het Hofpleintheater hier in Rotterdam in de Zoete Suikerbol. Het is een hele leuke voorstelling. Nou willen ze daar het 10.000ste bezoekertje verwelkomen. Als jij dat nou eens deed. Hè? Ja. Leuke publiciteit. Kindertjes verkopen altijd erg goed. Oh, goed idee zeg. Leuk. Nou, het is een begin. Hè? Zeg maar waar en wanneer je hem nodig hebt. Nou, zal ik zeker doen. Vandaag ben jij nog een saaie, wat nutteloze bureaucraat met de uitstraling van een plastic bekertje. Morgen ben jij een ster. Meneer Buis, het allerbeste. Ja, ja, ik laat u even uit. Oh ja, wij bellen nog, hè, Vincent. Victor. Ja, 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 Victor, zoals je wilt. Nou, hier, kijk, deze is van de VOC uit 1748. Zo, hé, heb je die ook daar gevonden? Ja, kijk, en ik dit gouden tientje. Shit, hé, waar ligt die schat? Nou, gewoon, bij Harry's hap. Stil nou, Anna, straks gaat iedereen daar zoeken. Oh, stom van me. Hé, jongens, niks doorvertellen. Echt mond houden, hoor. Ja, 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 ja. Nou, hier moet je kijken. Dit is een zilveren rijer. Wat gaaf, hé. Het is hier oud, zeg. Ja, nou, er ligt echt van alles, hoor. Hoe komen die muntjes daar? Ja, geen idee. Misschien van een kist gevallen, ja, van een auto of zo. Ik vind uit de schatkist die daar ergens begraven ligt. Ja, dat kan best. Nou, ik ga nog eventjes op zoek naar een metaaldetectortje, want ja, ik ga nog even verder kijken. Ja, en dit is het 10.000ste bezoekertje, Iris. En dit is haar broertje Tom. En zij mogen een jaar lang gratis alle voorstellingen bezoeken. Ja! En de prijs wordt uitgereikt door de bekende Europarlementariër Vincent Bol. Victor. Victor Bol. Victor, zoals je wilt. Ga je gang. Zo. Alsjeblieft. En ik wens jullie daar heel erg veel plezier mee. Ik wil helemaal niet naar het toneel. Ze wil helemaal niet naar het toneel. Iris, hou je mond. En Tom, bemoei je er niet mee. Til haar op. Ik wil helemaal niet opgetild. Ze wil helemaal niet opgetild. Iris, Tom, ik waarschuw jullie. Ze willen helemaal niet opgetild.
Jawel, alle politici tillen kinderen op. Vooruit, geen gezeur. Laat mijn zusje los. Laat mijn zusje los. Het staat erin. Zo'n foto op de voorpagina. Oh, wat een goede vent is die Kleebach. Nee, niks Kleebach. Harry's Hapkar. Hier. Oh, kijk nou even. Goudkoorts in het Kralingse bos. Ja. Hebben jullie de krant gelezen? Ja, tering. De aardappels zijn niet aan te slepen. Ik heb in één dag meer verkocht dan alle andere dagen bij elkaar. Verheugende mededeling. Dat heb je niet gelezen. Een ware goldrush is ontstaan. Waarschijnlijk, zo zegt men op het stadhuis, werd daar in vroeger tijden een jaarmarkt gehouden. Een andere mogelijkheid die door de historicus Dr. Anders Goudswaard werd geopperd, is dat er op die plaats mogelijk een herberg heeft gestaan. Het blijft gissen, maar wat doet het ertoe? Het is een heerlijke dag, het zonnetje schijnt en... Ja, wacht even hoor, nou komt het. Harry's Hap is ter plaatse om de talrijke goudzoekers van versnaperingen te voorzien. Is dat PR of is dat geen PR? Maar ik ga gauw terug naar mijn goudzoekertjes. Maar ik kom even mijn PR-man bedanken. Rick, jij mag die zilveren rijen gewoon houden als honorarium. Mensen, de mazzel allemaal. Nou, Stevens. Nou, kleinzoon van me. Bravo, hoor. Ja, chapeau. Nou, en ik neem gewoon mijn petje voor je af. Hé, hey, er staat hier ook iets in van het 10.000ste bezoekertje van in de zoete suikerbol. Hier op pagina 5. Oh, dus ja, kijk, let's kijk, pa. Alleen jij bent niet te zien, want jij had een kind voor je kop. Ja, maar je wordt wel genoemd. Ja, oh, en er staat ook in dat jij de prijs hebt uitgereikt. Ja? Ja. Dat Vincent Bol de prijs heeft uitgereikt. De klootzak. Thank you.